Op het instrumentenpaneel vindt u alle informatie die u tijdens het rijden nodig hebt. De weergave op het scherm is geheel aanpasbaar. U kunt het ontwerp op het scherm instellen en kiezen welke widgets het best passen bij de informatie die u wilt zien. U kunt ook de kleurweergave van het display aanpassen. Wanneer de motor start, verschijnt de melding gereed om aan te geven dat de auto klaar is om weg te rijden. De melding verdwijnt als de rijsnelheid meer is dan 5 km per uur. Elk schermontwerp bevat een veld met daarin informatie en berichten over eventuele voertuigstoringen. Afhankelijk van het ontwerp van de weergavemodus van het instrumentenpaneel kunt u de manier waarop de widget worden getoond aanpassen. Druk op de bovenkant van deze knop om informatie te tonen over de gereden afstand, het energieverbruik, de bandenspanningen, de eco-monitor en media. De widget voor afstand toont de totale afgelegde afstand en de afstand die is afgelegd sinds de laatste reset. De widget voor energieverbruik geeft informatie over uw gemiddelde verbruik sinds de laatste reset en uw huidige verbruik. Als u deze informatie handmatig wilt resetten, houdt u de onderkant van deze schakelaar ingedrukt. De widget voor bandenspanning toont de huidige bandenspanningen op het instrumentenpaneel en geeft een waarschuwing als deze te laag zijn. Om de bandenspanning van de vier banden te resetten, met het contact aan en terwijl de auto stilstaat, houdt u deze schakelaar omhoog of omlaag gedrukt. De eco-monitor geeft informatie over uw rijstijl. Hoe groter de cirkel in de groene zone, hoe beter u uw snelheid en acceleratie beheerst en hoe beter uw anticipatie. Zo wordt aangegeven dat uw manier van rijden zuinig is. Tot slot geeft de widget voor media aan welke muziek er speelt en welke geluidsbron u momenteel gebruikt. Gebruik de knop Weergave op het stuurwiel om uit verschillende ontwerpen een weergavemodus te selecteren. Klassiek, navigatie, minimaal en realistisch. Het klassieke design bestaat voornamelijk uit de snelheidsmeter en een vermogensmeter voor hybride auto's of een toerenteller voor auto's met verbrandingsmotor. De huidige versnelling wordt weergegeven op het midden van de snelheidsmeter. De vermogensmeter toont in real-time het energieverbruik van uw auto. Deze geeft aan wanneer er energie wordt geregenereerd en wanneer er energie wordt verbruikt. Wanneer u in de oplaadzone bent, geeft dit aan dat de batterij oplaadt. Hoe verder u in de vermogenszone komt, hoe meer energie uw auto verbruikt. In de stand neutraal is het energieverbruik 0. U kunt uw widgets weergeven op het midden van de vermogensmeter. Ook berichten in het voertuiglogboek worden in dit gedeelte getoond. U kunt instructies voor de huidige navigatie bekijken aan de bovenkant van het scherm. De indicator voor brandstofniveau en uw verwachte actieradius worden aan de onderkant van het scherm getoond. De huidige multisense-modus wordt hier getoond. Hier ziet u het laadniveau van uw batterij en het controlelampje voor regeneratief remniveau als u een hybride auto heeft.
Tot slot kunt u ook informatie bekijken over de rijhulpmiddelen die momenteel in gebruik zijn. In het navigatieontwerp wordt de navigatiekaart getoond op het OpenRLink multimediascherm. Denk eraan dat de navigatieweergave op het instrumentenpaneel alleen beschikbaar is met Google Maps. Instructies over de te volgen route worden weergegeven aan de bovenkant van het scherm. De snelheidsmeter verschijnt aan de linkerkant. De huidige versnelling en informatie over de momenteel gebruikte rijhulpmiddelen ziet u in dit gedeelte weergegeven. Het gedeelte aan de rechterkant dient voor de weergave van uw gekozen widgets en van berichten in het voertuiglogboek. Tot slot kunt u de huidige multisense-modus zien en het controlelampje voor het regeneratief remniveau. In het minimalistische ontwerp is de weergave minimaal. Uw snelheid, de huidige versnelling en informatie over de momenteel gebruikte rijhulpmiddelen worden weergegeven op het midden van het scherm. Instructies over de te volgen route worden weergegeven aan de bovenkant van het scherm. Tot slot ziet u het brandstofniveau, uw actieradius, de huidige multisense-modus, uw batterijlaadniveau en het controlelampje voor regeneratief remniveau aan de onderkant van het scherm. Met het realistische ontwerp krijgt u een modelweergave te zien van het omringende verkeer. De snelheidsmeter verschijnt aan de linkerkant met een aanduiding voor de ingeschakelde versnelling en informatie over de rijhulpmiddelen die momenteel in gebruik zijn. Het gedeelte aan de rechterkant dient voor de weergave van uw gekozen widgets en van berichten in het voertuiglogboek. U kunt instructies voor de huidige navigatie bekijken aan de bovenkant van het scherm. Tot slot ziet u het brandstofniveau, uw verwachte actieradius, de huidige multisense-modus, uw batterijlaadniveau en het controlelampje voor huidig regeneratief remniveau aan de onderkant van het scherm. Om de kleur van de omgevingsverlichting en van de OpenR-schermen in te stellen, gaat u naar het gedeelte Voertuig van uw multimediasysteem. Druk op de knop Configuratie van het Multisense-menu en selecteer het tabblad Rijbeleving. Als u variabele verlichting selecteert in het menu Sfeerverlichting Interieur, past het systeem elke 30 minuten automatisch de kleur van uw interieurverlichting en de OpenR-schermen aan en zorgt zo op elk moment van de dag voor de beste kleur voor sfeerverlichting. Selecteer Aangepast om handmatig te kiezen uit 48 kleuren. Druk op dit pictogram en verplaats de cursor dan over het kleurenpalet. Druk op OK om uw gekozen kleur te bevestigen.